To be or not to be. that is the question. Een van de meest gebruikte citaten in de wereld, die literatuur. Maar waarschijnlijk weten maar weinig mensen dat het komt uit Hamlet. Iedereen weet waarschijnlijk wel, of gelooft op zijn minst, dat het geschreven is door William Shakespeare. Of niet? Heeft William Shakespeare echt bestaan? Of zijn al die prachtige toneelstukken, sonnetten en andere zaken die aan hem toegeschreven worden... ...eigenlijk geschreven door andere personen? Dat is de centrale vraag waar het 24e album uit de reeks Blake Mortimer over gaat. Het testament van William S. In dit verhaal kom je twee tegengestelde genootschappen tegen. Aan de ene kant heb je de William Shakespeare Defender Society, de Stratfordians... Ik denk niet dat ik uit hoef te leggen wat die doen. Maar aan de andere kant heb je de Oxfordians. En zij geloven niet dat William Shakespeare één persoon was. Zij geloven dat het een collectief van schrijvers was. die al die werken gepubliceerd hebben onder de gezamenlijke naam William Shakespeare. Een toevallige ontdekking van een document. wat eigenlijk honderden jaren geleden ontdekt had moeten worden. zet deze vraagstelling even op scherp. En niet alleen dat, het verandert het eigenlijk in een race tegen de klok. Want in één keer blijkt er rondom de waarheid over William Shakespeare een behoorlijk geldbedrag mee gemoeid te zijn. Dus gaan beide partijen op jacht naar de waarheid rondom William Shakespeare. En de William Shakespeare Defender Society die vragen professor Philip Mortimer ten hulp. Om dat mysterie op te lossen. Aan de andere kant heeft Francis Blake zijn handen vol aan een bende die allerlei mensen overvalt. En ogenschijnlijk lijkt het niks met elkaar te maken te hebben. Het testament van William S. is geschreven door Yves Sente. En prachtig getekend door André Julliard. De personages Francis Blake, een agent bij MI5, en Professor Philip Mortimer zijn bedacht door Edgar P. Jacobs. Het is heel grappig om te weten dat Jacobs zijn carrière eigenlijk begonnen is als assistent van niemand minder dan Hergé, zo ergens rond 1942. Zij werkte samen aan de albums van Kuifje. Op een bepaald moment vroeg Hergé aan Jacobs om een vervolgverhaal te maken voor het blad. Kuifje. Dat deed hij en dat werd uiteindelijk Het Geheim van de Zwaardvis, het eerste album in de reeks Blake Mortimer. En aangezien Hershey dat meteen als een soort concurrentie met zijn albums van Kuifje zag, stopte hun samenwerking aan de albums van Kuifje. Ze bleven nog wel samenwerken met dat verhaal in het blad Kuifje, maar uiteindelijk is Jacobs eigenlijk zijn eigen weg ingeslagen. In de jaren 50 Bracht Jacobs zijn derde album uit? Dat zie je hier achter mij staan: het gele teken. En van wat ik er heb kunnen vinden, wordt dat een beetje genoemd als het belangrijkste stripalbum ooit. Vandaar dat ik dacht: van nou, dan moet ik die natuurlijk wel in mijn collectie hebben, dan moet ik die wel gelezen hebben. Dus ik ben naar Apple Strips gegaan en heb hem daar gehaald. In tegenstelling tot Hergé, die besloot had dat het na zijn dood kuifje niet voortgezet mocht worden, had Jacobs. Er geen bezwaar tegen dat Blake Mortimer na zijn dood voortgezet werd. Dus vandaar dat er in de loop der tijd verschillende schrijvers en tekenaars aan gewerkt hebben. Het testament van William S is het tweede album van Blake Mortimer, wat ik gelezen heb. En ik moet zeggen dat ik het zeker met veel plezier gelezen heb. Ja, en ook de tekenstijl vind ik zeker erg mooi. Het verhaal op zich is best spannend, maar het is wel langdradig. Er zitten best wel hele lappen. In, omdat er natuurlijk veel ingaat op die hele geschiedenis van William Shakespeare. Heel veel feitjes, heel veel uitleg zit erin. Daar moet je natuurlijk wel een klein beetje van houden. Het verhaal speelt zich deels af in Londen, waar dus Francis Blake, zijn deel doet. En Mortimer, die in Italië een aantal plaatsen bezoekt. En ondanks dat ze daar best wel mooie omgevingen hebben, zie je daar niet zo heel veel van. Het tekenwerk focust zich toch voornamelijk op de personages. En dat vind ik dan op zich wel jammer. Dat zou mooi zijn dat ze ook wat meer decoren, wat meer achtergronden zouden laten zien. Ik heb natuurlijk even ook uit nieuwsgierigheid de beide albums naast elkaar gelegd om even te kijken van ja, wat zie ik verschil in tekenwerk. Jacobs was een perfectionist in zijn werk. Als ik dit album en het gele teken naast elkaar leg, moet ik heel eerlijk zeggen, dan zie ik vrij weinig verschil. Dit is echt prachtig getekend, helemaal mooi in die stijl van Jacobs, maar ja. Ik ben natuurlijk een leek op dat gebied. Ik weet zeker dat een geroutineerde striptekenaar mij de nodige verschillen tussen de twee tekenstijlen kan laten zien. Daar ben ik op zich wel eens nieuwsgierig naar trouwens. Maar al met al, hè, voor de casual striplezer of gewoon de liefhebber die daar niet zozeer op let. Als die het gele teken leest en dan deze leest, dan ziet hij daar vrij weinig verschil in. En daar gaat het uiteindelijk om. Onder deze video heb ik nog een interessante link geplaatst. Mocht je op basis van deze video en dit hele verhaal nieuwsgierig zijn geworden... en meer willen weten over hoe zit dat nou met al die theorieën... over het feit dat Shakespeare misschien niet bestaan heeft... en niet één persoon was, maar een collectief van schrijvers. Ben je gewoon op zoek naar een leuk stripboek... dan zou ik zeggen, ga naar de stripwinkel, Ga daar het testament van William S. uit de reeks van Bleek en Moortem herhalen. We gaan lezen. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.